en die heeft daar niet zo heel veel zin in. Dat is vrij normaal bij zeeleeuwen. Die eten een beetje naar de voeten en als gevolg hebben ze wel echt wat minder trek. Leuk dat jullie hebben er in ieder geval wel lekker zin in, dus dat is ook mooi meegenomen. En hier hebben we ons mooie blonde stootvlak vandaag. We hebben zwaar iedereen. Oh ja, en het is naar de leven terug te zwaaien. Ja, je hebt een zwaaien. Dank je wel, meisje. Jij je vissen, jij een, jij ook een. Maar jij hebt die kant op. Loop maar door. En ik ga vandaag beginnen met een bommetje. Ik ben erbij hoor. Oké, meisje. Kusje zo maar. Loop maar door. Nou, dit is dus een zeeleeuw. Dit is een vrouwtje zeeleeuw. En waarom heet we een zeeleeuw bij? Kom maar. Halen. Veel halen. Kijk. Dat is het geluid van een echte zeeleeuw. Oké, nou, dit is natuurlijk pluim. Die gaat heel even laten zien of ze nog helemaal gezond is. Dit is een standaard riddeltje wat we iedere dag met de zeeleeuwen doen. Heel even op de flippertjes kijken. Andere flippen ook. En dat doen we omdat een zeeleeuw op zijn flippers loopt. Nou, als je ergens dus een scherp steentje hebt liggen, of een stukje glas, of ja, je weet niet wat er allemaal is, blijft gegooid wordt. Dan komt die beschadiging eigenlijk altijd als eerste aan de onderkant. Dus we willen het hier goed controleren of ze geen rondjes hebben. Dus we kijken even met name de onderkant goed naar. En de buik ook. Een zeeleeuw vindt het leuk om over zijn buik te glijden, dus we willen natuurlijk ook even kijken of daar geen krasjes, sneetjes of gekke dingetjes in zitten. Nou, het ziet er allemaal prachtig uit. We gaan even kijken of al je tanden nog in de mond zitten. Dan zeggen wij dan dat. Ah, goed zo. Dank u wel, Mike. Maar oké. Okay. Zal ik jullie ook even laten zien? Een zeeleeuw spelen. Een zeeleeuw met tong. Gaan we weer zitten? Heel even je mond open doen. Dan gaan we even aan die mensen jouw prachtige ProNet dit laten zien. Kijk eens wat. Mooie zeeleeuwen. Smile zowel die heen. Ja, voor jullie is het een beetje moeilijk om te zien. Ik zal heel even uitleggen wat ik precies zie. Een hele bult met zwarte tanden. Nou, dat zwarte dat is heel gezond voor een zeeleeuw. Een zeeleeuw heeft een beschermlaagje om zijn tanden zitten. Net zoals wij dat hebben. Bij ons zijn de tanden alleen wit en zeeleeuwen hebben een zwart beschermlaagje. En dat beschermt die tanden dus tegen het zuur van de vissen en het zout van de zee. Dus dat zwarte is heel gezond voor een zeeleeuw wat we hebben. Dat is dus een prominent smile voor ze. Nou, verder heeft pleuk allemaal ja, scherpe tandjes, geen kiezen. En dat heeft ermee te maken dat de zeeleeuw geen kiezen nodig heeft. Een hond en een beer en mensen en apen, wij hebben allemaal kiezen. En de zeeleeuw die heeft dat niet. Nou, dan moet je eigenlijk voor jezelf even afvragen, waarom hebben andere dieren kiezen en zeeleeuw niet? Nou, die vraag is heel simpel te beantwoorden. Ik kauw op mijn eten en een beer kauwt op zijn eten en een aap kauwt op zijn eten. Maar een zeeleeuw, die slinkt alles in één keer door. Ik kan het ook een tandje sneller doen voor jullie. En dan zullen jullie zien dat ze absoluut niet lopen kauwen. Op. Het gaat er allemaal zo in. Dus de zeeleeuw kauwt niet op zijn eten, die slikt het gewoon allemaal door. Nou, waarom hebben ze dan allemaal scherpe tandjes? Dat is natuurlijk om allemaal die glitterige vissen te kunnen vangen. Want die zwemmen door de zee, die zijn glad, die zijn glitterig. En als een vis lang zwemt, dan grijpen ze even snel om zich heen. Pakken die vis tussen die scherpe tanden, die kan geen kant meer op. En ze slommeren in één keer door naar binnen. Jij wil er naar beneden, hè? Kom maar, Mike. Niet bovenop Sarina springen. Je kan het. Goed liggen. Kijk. Oké. Nummer 2 staat op paar, denk ik. Carolientje, kom jij naar boven? Carolientje. Kom. Kom. Ja. Oh! Nu is het gevist. Zijn jullie allemaal liggen, hè? Ja. Nou, ze kan het ook wel een keer. Laat maar zien hoe goed jij dat kan. Nog een keer. Nou, dit is Carolientje. Carolientje, heel ander slag zeeleeuw. Veel rustiger op leuk. Leuk om een echte druk te maken. Carolientje is een hele rustige, bedaren zeeleeuw. Heeft altijd de tijd om even rustig na te denken. Deze vind ik graag goed voor jou.
Nee, we willen het ook. Nou, die is mooi. Die is ook mooi. Dat is het. Zo. Je hebt ook mooie dankjes. En een kleine zeewierbrug wil ik van je. Ja. Wil je ook een vis erbij? Ja? Dat jullie trouwens zien, dat is eigenlijk een zeeleeuwenkus natuurlijk. Dat is eigenlijk een soort zeeleeuwenvergoeding. Een zeeleeuw die blaast tegen de neus van een andere zeeleeuw aan om hallo te zeggen. Dus dat kan niet doen. Dus blazen. Nou, dat is net een mooie zeeleeuwenvergoeding. Dus jij, aardetje, ja? Dus zo. Kom aardetje, ja? Ik heb hier een andere haring. Ja, die gaat er ook mee. Zeker weten. Oké. Okay. En Mathilde, je hebt ook een naam vandaag. Jij doet het samen. Nou, dat is hetzelfde leuke schilderij. Ik ga niet rustig. Iedere zenuw heeft een beetje zijn eigen karakter. En Bleuk vindt het bijvoorbeeld heel leuk om heel hard te roepen. Dus dat doet zij ook heel vaak. Nou, wij hebben daar eigenlijk een beetje van de nood deugd gemaakt. Zij wil hard roepen. Wij maken daar een commando van. Dus we doen zo. En dan gaat Bleuk roepen. Nou, Caroline die vindt roepen helemaal niet zo leuk. Ze kan het wel. Maar het is voor haar geen hobby. Dan hoeven we Caroline dat trucje ook niet aan te leren. Caroline vindt andere dingetjes leuk. Bijvoorbeeld evenwichtsoefeningetjes vindt zij altijd wel heel leuk om te doen. En ze kan het nou tegenwoordig nog best lang. We zijn een beetje aan het oefenen. En het gaat steeds een beetje beter. En als jullie over een jaartje terugkomen, dan plakken we er een snortje op. En zetten we er een bolletje op. En dan noemen we dat Charlie Chaplin. Dus we zijn een beetje aan het oefenen. Maar die evenwichtsoefeningetjes die komen er zelf af. Eén ding wat alles heel leuk vindt en gelukkig, dat is... bommetjes maken. Ze kunnen dat ontzettend goed. Het kan een beetje spenderen hier hoor. Of het komt nou een beetje te laat met die waarschuwing. Dank je wel. Het is hier is een iets kakker. Hebben jullie het water ook een beetje geproefd toen jullie het over je heen kregen? Nee? Oh, het zout, hè? Ja, precies. Het is zout water. Zijn jullie, kun je gewoon het zoetwater houden en je kan voor je kraanwater zetten. Dat is allemaal prima voor te doen. Ze overleven erin. Alleen het enige vervelend is dat het zeeleeuwen zijn. Ze leven dus in zout water. Nou, het zoute water dat zorgt ervoor dat je ogen niet uitdrogen. He, tranen zijn zout en op het moment dat ze zoet water zetten, verdwijnt van het zoute traan op. En dat is natuurlijk niet zo heel erg fijn voor de ogen. Dus die ogen die gaan uit de zoet op de schermkap je ogen heen maken en krijgen een blauwe waarschuwing. Dus wij hadden niet van nou, dat zoete water, daar gaan we niks meer mee doen. We gooien een paar tientjes extra tegen die installatie aan en we gaan ze mee. Zout water, dat is mooi. Oké. Nou, we gaan even bij Sarina kijken of zij nog iets bijzonders heeft vandaag. Jij ook een probleem? Hé, hey, meisje, hallo. Ja, kijk een zoetje. Dankjewel, flippertje 1, flippertje 2. Heel mooi. Tandjes van liften, misschien een prachtig rij. Kijk eens, meisje. Nog één. Oh, je bent een beetje snel vandaag. Heb ik voor jou vandaag al eens gehad? Ja, dat was het mij. Dat is heel makkelijk. Het is niet echt lang hoor, dat zijn grimas. Ik kan het nog niet. Zag je? Zal ik jullie nog één dingetje even laten zien? Dat vind ik misschien wel leuk. Nee, jij moet de andere kant op. Dan gaan we even kijken hoe hard een Carolientje kan zwemmen. Ja, ze even op de staanbord zitten. Hey, je bent er stil. Het water in. 3, 2, 1. Hop, op de steek. Terug het water in. 3, 2, 1. Hop,
Dat is niet meer, ja, in drie tellen, plant een duikplank, naar de steen toe. Nou, dat is ontzettend snel natuurlijk. Hoe kan Caroline nou zo ontzettend gaan zwemmen en waarom doen wij dat nou altijd zo verschrikkelijk vlak over het stuk af te brengen? Dat komt omdat Caroline van die ontzettende grote voorflippers heeft. Alleen kan ze ontzettend hard door het water heen plenteren. Laat ze nog maar eens even zien, hoe groot ze wil niet zijn. Deze. Nee, die wil ik niet hebben. Deze. Ja, kijk eens, dat zijn de vaders. De zeeleeuw zwemt met zijn voorflippers. De achterflippers, deze dingetjes, die gebruiken ze alleen als stuur. Dus als ze in het water zitten, dan sturen ze met een staart en met je voorflippers verplaatsen ze zich. Nou, het mooie wat je daar dus mee hebt, is dat op het moment als ze hoog uit het water uit willen komen, dan hoeven ze met twee keer even flink te spetteren. En dan kunnen ze al de rijpe linkerflippen uit het water komen. Dus ze kunnen heel snel heel veel water maken. Een zeehond bijvoorbeeld, die kan ook, ja, een zeehond die kan ook heel hoog uit het water komen, omdat hij zwemt met zijn staart. Dus die gebruikt zijn voorflippen als een hond en die zwemt met zijn staart. Dus een zeehond die moet helemaal achteraan in het bassin beginnen met zwemmen en dan moet hij heel veel vaart maken. En met een beetje geluk kan hij hier pas hoog uit het water komen. Terwijl een zeeleeuw hier gaat bodemal op komen. Dus dat is een heel groot verschil tussen zeehonden en zeeleeuw. Nou, een zeehond. Die doen zeeleeuwen wel altijd heel vaak goed. Kijk, daar hebben we een dolfijn in duikje. Nou, het is net een dolfijn, dat zou ik bij het water komen. Misschien wil ze het ook wel eens hier doen. Nee, dat is wel een hele massaal. Ze maken dolfijnen duikjes door het water. Dat zijn speciale sprongetjes, die leren ze hun unnies meteen aan na de geboorte. Als ze ook maar een beetje kunnen zwemmen. En die dolfijnen duikjes die doen ze om te kunnen ontsnappen aan jagers. De zeeleeuw zelf is een jager, roofdier, dus die pakt een vis. Kijk, leuk, gaat er nog één te maken. Daar hebben we er één. En nog één. Nee? Oké. Okay. Maar die sprongetjes die moeten ze meteen aanleren. Een zeeleeuw jaagt vis, haaien en orka's jagen op zeeleeuwen. Dus een zeeleeuw die wil vaak ontsnappen aan die roofdieren. Nou, wat gaan die dan doen? Ze zijn met z'n vijftigen lekker visjes aan het pakken. Eentje ziet in één keer een haai aankomen. Die roepen niet, de hele groep gaat zo hard als ze kunnen, hup, op de kust af. En die proberen daar dan zo snel mogelijk op de kant te komen, want dan kan die haai niet aanstaan. Maar op het moment dat ze gaan zwemmen, gaan ze met z'n allen die sprongetjes maken. Allemaal door elkaar heen. Nou, wat is nou die tactiek erachter? Die haai die kijkt van onderen naar de zeeleeuw. Die zeeleeuwen die springen dus allemaal uit het water. En als ze uit het water gaan, zijn ze even van het radar af. Zijn ze niet te zien. Dus dan heb je 50 zeeleeuwen die allemaal verdwijnen, verschijnen, verdwijnen, verschijnen, verdwijnen, verschijnen. Nou, dat maakt het ontzettend moeilijk voor die haai om één zeeleeuw eruit te pikken. En ja, hopelijk zijn ze dan met z'n allen aan de kust voordat die haai pas een keertje zeeleeuw te pakken heeft. Dus dat is een beetje een trucje achter die dolfijnen lijkt. Ik heb nog een paar visjes over. Zullen we nog een bommetje doen? Ja, kunnen jullie ook een zet je muts even op? Ja? Oké, komen ze.